Het is bij SV Urk het gesprek van de dag. De bekerloting voor de tweede ronde van de districtsbeker. Het eerste elftal van trainer Richard Karrebelt werd namelijk gekoppeld aan het tweede team. En dat is opmerkelijk te noemen. Ja, ik zag het natuurlijk in één keer voorbij komen. Dus dan denk je van hoe is het mogelijk. Hè? Volgens mij zaten er nog 71 ploegen in. En als dan Urk 2 tevoorschijn komt en ze moeten tegen Urk, ja, dan dat is toch apart. Ja. We hadden de vorige week woensdag nog over dat we gewonnen hadden in de beker. Zeg, nou, zegt die andere trainer, dan Urk 1 maar. Toen Gerrit Meijn, de voorzitter, zegt, nou, dat komt zelden voor, dus dat zal niet lukken. Maar ja, je ziet het. Bij de club zijn ze verdeeld over de opmerkelijke loting. Sommigen smullen ervan, anderen hadden het clubduel liever op een later moment gezien. Vooral het tweede elftal had liever een andere tegenstander gezien in de tweede ronde. Ik had het liever niet gehad. Ik had liever een andere ploeg gehad. Voor hun is het natuurlijk ook, kijk, hun kunnen van elke tweede klasse winnen. En ook nog wel van een aantal eerste klasses winnen. En voor hun was het ook heel erg leuk geweest als ze juist ook als eerste uit die koker komen. Met een thuiswedstrijd, dat ze weer een volgende ploeg uitschakelen. Want Urk 2 heeft gewoon een aardig ploegje. En een leuk ploegje om naar te kijken. En, dus ik vind het ook wel zonde voor hun dat ze niet een mooie eerste of tweede klasse hebben geloot. Die ze eruit had kunnen knikkeren. Want ik heb natuurlijk liever niet als ons eruit knikkeren. De eerste tegen tweede, het lijkt wel een ABC'tje. Of wordt het toch nog echt een strijd, denk je, hier op Sportpark De Vormt? Nou, ik denk wel dat Urk 2 echt een goede dosis energie en focus loskomt. En die moeten wij van onszelf ook eisen, willen we die wedstrijd winnen. Dat is niet zomaar 1, 2, 3 gebeurd. Dus de tweede zou wel eens kunnen winnen van jullie? Nou, dat is niet te verwachten uiteindelijk, maar ik zie geen makkelijke wedstrijd. Maar trainer Piet Hakvoort van de tweede elftal voorspelt toch een verrassing. Nou ja, ik denk dat de eerste ook verliest. Zo, slinke woorden. Ja, nou ja. Meer heb ik daar ook niet over te zeggen. Nee, maar maakt de tweede volgens u een kans? Nou, waarom niet? Ik bedoel, we zijn zat. Ik heb 5 of 6 talentvolle A-junioren nog overgekregen. Dus dat zijn allemaal prima voetballers. Dus Urk 2 gaat niet de zegen zomaar cadeau doen? Nee, dat denk ik niet, nee.